ze bewegen. Wat leren ze nog tof? Hey, tof dat je kijkt naar Jonge Leeuwen, het oranje programma voor jou. Fresia gaat samen met Sam op bezoek bij zijn grote held Ricky van Wolfswinkel. International Marloes Pieter heeft een quizvraag voor jou. De voetbaldokter beleeft weer dwaas avonturen en ik ga in gesprek met niemand minder dan de bondscoach Bert van Marwijk. Dat zo, nu eerst een toffe move. Ja. Wim, wat heb je vandaag voor ons in petto? De hoekduik voor de keeper. En hebben we daar ook veldspelers voor nodig? Ja, die hebben we zeker nodig, want de keeper moet een beetje uitgedaagd worden. Dus zij moeten proberen de ballen echt in de hoek te krijgen en de keeper moet zich maximaal strekken. En daarvoor zal hij een beetje door de knieën moeten, op zijn voorvoeten moeten bewegen en uiteindelijk een uitstap maken en dat been strekken om uiteindelijk nog die bal uit de hoek te kunnen halen. Oké, nou laten we beginnen. We gaan er tegenaan. Ja, hey, niet genieten van die bal. Ja, je denkt van dat is lekker zeg maar, ik sta hier toevallig ook, ben een verdediger, krijg die bal tegen me aan, dan ligt hij weer. Hup, en staan. Kom. Goed. Blijf kijken. Ja, dat is goed. Goed afgezet, stapje erbij gemaakt en lang gemaakt. Heel goed. In een fractie van een seconde moet je alles opnemen om die bal nog te kunnen stoppen. Ja, zonde. Zonde, je hebt een hand erbij. Je hebt je hand erbij, was goed ingeschoten. Je was erbij, je had een stapje gemaakt, je haalt hem bijna uit de hoek. Hey, goed. Hey, mooie redding, man. Wat was er goed aan deze bal voor de rest nog? Daar ging die heen, hè? Daar ging die heen, hè? Dus niet terug in het veld, maar hij ging naar de buitenkanten. Zodat de kans dat hij voor een rebound erin geschoten wordt veel kleiner is. Ja, kom. Wil jij de ideale hoekduik zien? Goed, jongen. Kijk dan op filmpje op de site. Hoi. Ik heb een vraag voor je over Rafael van der Vaart. Je kent hem van Oranje en van al die grote Europese clubs waar hij heeft gespeeld. Maar Rafael heeft het langst in de Eredivisie gevoetbald. Ja, echt waar. Maar bij welke club? Was dat bij Ajax? Of bij Feyenoord? Of PSV? Hallo? Dokter, we zitten hier nog steeds bij de voetbalclub en is niemand meer aanwezig hier. Komt u ons nog ophalen? U zou ons toch wereldkampioen maken? Het was toch alleen dat drankje drinken? Ja, ik ben eventjes heel erg druk geweest. Zijn jullie al klaar met de training? Ja, was erg gezellig. Gezellig? Zeg je nou gezellig? Jullie waren toch wel beter dan de rest in dat drankje? Dat werkte toch wel gewoon? Nou dokter, we zijn niet veel beter gaan voetballen. Maar ik heb allemaal vlekken in mijn gezicht, in de vorm van voetballen. Vlekken? Ballen? Blijf hangen. Blijf hangen! Vlekkenballen. Ik bel een dokter voor je. U bent toch de dokter? Ik heb het over een vriendje. Vriendje van me. Die weet alles over vlekken, die gaat je goed helpen. Maar nu moet ik door, want moet ik verder. Het grote toernooi, dat komt eraan. Dus ik moet zeggen, toedeledokie. Dokter! Dokter! Dat drankje, dat werkt dus niet. 1988. Het geheim van 1988. Toen werden wij Europees kampioen. Ik snap er geen sikkepits van. Sik. Snor. 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 Ik moet een man met een snor hebben. Dat is het! Sjaak, meneer Troost. Sjaak, Troost. Ja, klopt. Bent u dit? Dat ben ik, ja. Dat is een hele tijd geleden.
Sjaak Troostsen betekent dus 88, Nederlands elftal, Nederland gewonnen 1988. Klopt, dat heb je helemaal goed. Ik heb gezien dat ze allemaal, kijk goed, of bijna allemaal, een snor hadden. Dat klopt. Dat klopt, ja. Dat klopt, is dus ja. Het geheim ook, lijkt mij, of niet? Nee, dat is niet het geheim. Nou kijk, ik snap best dat je allemaal moet trainen, goed moet eten, ik begrijp dat allemaal wel. Maar het leek erop dat dit dus het geheim was. Is het niet het geheim? Nee, dit is wel een geheim, maar niet de snor. Oh. De snor was mode. Dat was mode? Iedereen had een snor. Ja, nou wat was dan wel het geheim volgens u? Ja, dat ga ik niet zomaar vertellen. Dat ga ik niet zomaar vertellen. Dat ga ik... Ga weg, ik moet dat doen. Ja. Nu kun je het wel. Ja, oké, oké. Hoi, ik ben Freesje. Ik ben Sam. Jij bent fan van Ricky van Wolfswinkel. Ja, dat klopt. Nou, ik heb goed nieuws, want we zijn hier bij zijn amateurclub en hij kijkt hier altijd naar de wedstrijden. Zullen we hem gaan zoeken? Ja, vet. Oké, kom. Goedemiddag, wij zijn op zoek naar Ricky van Wolfswinkel. Daar. Daar? Oké, dankjewel. Nou, ik zie Ricky nergens hoor. Jullie zijn helemaal verkeerd. Dit is het Ricky van Wolfswinkel Court. Je moet op het hoofdveld zijn. Oh, daar staat hij zelf? Daar staat hij zelf. Ah, gaan we daarheen toch? Ja. Hey, keeper! Weet jij waar Ricky is? Ja, die staat normaal gesproken altijd daar bij de koud. Oké, bedankt. Hey, Ricky. Hey. Hey, dit is Sam. Groot fan van je. Ja. Ja? Is die kleine van jou of niet? Nee, nog niet. Dit is mijn lieve kleine nichtje. Je hebt hier gewoon een eigen veld. Ja, echt cool hè? Ja. Ja zeker. Ze hebben ze in, denk ik, vorig jaar hebben ze dat aangelegd hier zo. En dat is toch heel leuk voor de jeugd ook. En dus wel, laat ook zien dat ik echt hier vandaan kom en dat ik hier ook nog vaak ben. En daar ben ik ook best wel trots op, ja. Want hoe lang heb je hier gespeeld? Ik heb hier gespeeld vanaf eigenlijk mijn vierde een beetje tot mijn elfde. En was je vroeger ook al zo goed? Nou, ik heb wel heel hard moeten werken om wel echt goed te worden. Vroeger was ik heel erg klein altijd en ik scoorde heel veel. Kom je hier nog vaak? Ja, ik kom hier eigenlijk wel elke zaterdag. Dus elke zaterdag als ze thuis spelen het eerste elftal, ben ik hier wel. En ik ga ook altijd bij de uitwedstrijden kijken. Want, zoals je misschien wel weet, mijn vader die is hier hoofdtrainer ook. En, dus ik vind het heel erg leuk om hier te komen. Zie ik ook mijn kleine nichtje lekker vaak. En ja, daar kom ik wel eigenlijk heel vaak kijken. En je hebt één keer meegespeeld met het grote Oranje. Hoe bijzonder was dat? Ja, dat was echt heel erg bijzonder. En ik hoorde net, ik werd gebeld dat ik bij het Nederlands elftal zat. Alleen in eerste instantie begreep ik dat ik bij Jong Oranje zat. Ja. Dus daar was ik al blij mee. Alleen toen bleek het na 5 minuten bleek het toch het Oranje te zijn. Dus dat was echt een droom die wel uitkwam. Heb je nog iets voor mij om ook in Oranje te komen? Ja, ga dan even naar de site, want dan kan je je opgeven voor het Jonge Leeuwenteam. Leuk, maar maak ze een beetje kans om te winnen vandaag of moeten ze nog een beetje aanmoedigen? Nou, ik denk dat een beetje steun wel goed zou zijn, ja. Ja? Jawel. Nou, gaan we hem even mee helpen aanmoedigen, toch? Ja. Ja, toch. Spelen wel goed. Ja, ze speel beter. Yes! Bij welke club Rafael het langst heeft gespeeld? Dat is Ajax, antwoord A. Hij speelde in de jeugdopleiding en veel later zelfs bij het eerste elftal. Hij heeft heel veel goede wedstrijden gespeeld en veel goals gemaakt bij Ajax 1. Hey, daarvoor speelde Rafael tot zijn 10e bij de Kennemers. Dat is een amateurclub, wist je dat? Als jij nu ook bij een amateurclub speelt, kan jij ook nog een beroemde voetballer worden die straks op het WK speelt. Het is Rafael gelukt, waarom jou niet? Ik zie jou straks nog wel op de site, toch? Dan vertel ik je nog wat meer over de clubs van Rafael. Hey man, vertel eens, wat is er aan de hand? Nou, ik wil graag voetballen, maar thuis is het lastig met geld om de contributie te betalen. Oké, nou dat is helemaal niet erg, want het Jeugdsportfonds dat helpt jongens en meisjes die in zo'n situatie zitten. En hier in Zeist wordt er vandaag een lezing over gegeven. Zullen we gaan kijken? Ja, is goed. Oké, let's go. Jeugdsportfonds, dat zit hier. Oké. Kom op. Over het Jeugdsportfonds Limburg. En hij was uitgepraat. Ik zeg, nou, mij heb je. Want dat is nou precies wat ik zoek. Dat is gewoon Bert van Marwijk. Ja, zullen we vragen of we met hem kunnen spreken? Op dat moment was ik ik denk dat zo moet lukken.
Meneer Van Marwijk, Imen zoekt wat informatie over het Jeugdsportfonds en ineens zien we u hier. Nou, hier is vanmiddag een themamiddag van het Jeugdsportfonds Nederland. En ja, ik ben ambassadeur van het Jeugdsportfonds. U bent de bondscoach en traint de beste voetballers van Nederland. Dan vragen wij ons af, u heeft toch veel betere dingen te doen? Ik denk dat dit misschien nog wel belangrijker is. Ja. Het is natuurlijk heel belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten überhaupt. En dat blijkt nog steeds niet zo te zijn. Het is gewoon uniek bijna, een organisatie die binnen 3 weken ervoor kan zorgen dat een kind een tenue krijgt. En in dit geval een trainingspak, voetbalschoenen, shirtje, broekje, kousen en een contributie wordt betaald. Ja, jij hebt ook zoiets natuurlijk een beetje. Jij wil eventueel ook gebruik maken van het Jeugdsportfonds. Dus kan ik ook via Jeugdsportfonds op voetbal? Nou, als jij, als van jou uit thuis de mogelijkheid er niet is, dan kom je wel degelijk in aanmerking. Nou, wat een goed nieuws. Ja. Dat is een goed nieuws, zeg. Zijn er ook talenten die via Jeugdsportfonds boven water komen? Nou, dat weet ik niet precies. Maar volgens mij speelt er bij AZ en ook bij Feyenoord in de jeugd allebei een jongen die, die spelen al in de jeugdopleiding van grote clubs. Dus dat zal zeker gebeuren. Nou, misschien zullen die dan wel meedoen aan het WK van 2022. Ja, wie weet. En voor jou dan, hè, voor de vrouwen, hè? Ja. Het WK. Het zou wel te gek zijn. Heel gek. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je gewoon lekker kan voetballen. Kijk, ja. Daar gaat het om. Wij gaan nu nog eventjes doorpraten. En wil je nou nog meer weten over de jeugd van Bert van Marwijk? Nou, dan moet je gewoon kijken op de site van Jonge Leeuwen.